Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Isa van Real Cargo en we gaan vandaag Matthew Harteveld, Oscar Vermeij, Vincent Krijgsman, Isa Opduin, Josephine Bos, Maurice de Latre interviewen. Kom maar mee! Ik had niet direct voor deze sector gekozen, omdat ik gewoon simpelweg niet wist dat het er was. En ik heb zelf hotelschool gestudeerd. Je ziet wel waar het pad kan eindigen. Ik zou ook anderen willen aanraden om deze sector te promoten, ja. Want het is natuurlijk heel erg innovatief en vernieuwend. Ja. Eigenlijk ben ik 7,5 jaar geleden bij ECTL begonnen, gelijk vanuit school. Ik heb toen logistiek en economie gestudeerd aan de Hogeschool in Rotterdam. Ja, hoor je eigenlijk heel veel over de haven, maar je wil daar ook gewoon een keer natuurlijk. Je bent heel geïnteresseerd in wat gebeurt er, hoe ziet dat eruit? Ja, toen ben ik op gesprek gekomen bij ECT en toen is eigenlijk direct na de opleiding is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja, ik vind het gewoon een hele interessante sector. Het is, de logistieke sector in het algemeen is gewoon heel dynamisch. Er gebeurt eigenlijk altijd, gebeurt er wat. En het zorgt ervoor dat je werk gewoon heel gevarieerd en ook heel interessant blijft. Ik merkte dat Benji een hele mooie, gestructureerde organisatie was. Ik had voor het eerst dat ik moest schakelen met een hoofdkantoor wat niet in Nederland zat, wat centraal gestuurd was. Maar ik merk wel dat hier lokaal in ieder geval een hele informele, gezellige sfeer hangt, als het werk maar gebeurt. De railsector is de meest veilige vervoersmodaliteit. Ook inderdaad degene met de meest groene voetdruk. En ik denk eigenlijk dat dat wel heel belangrijk is in de hedendaagse maatschappij. Je merkt ook dat dat steeds interessanter en belangrijker wordt voor jongeren. Structurail is een van de grootste spooraannemers. En wij regelen eigenlijk van A tot Z alles rondom en op het spoor. Ik zelf ben planner, korte termijn planner. Dus dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de inzet van onze locomotieven op korte termijn. Binnen Structurail ben ik donderplanner. En dat houdt in dat ik ervoor zorg dat de treinen van locatie naar locatie gaan. Dat ze daar conflictvrij komen. Ik was werkzaam in de mode. Daar was ik mijn uitdaging een beetje kwijt. En ik had daar wel inmiddels mijn sterke kant leren kennen. En toen ben ik gaan kijken om me heen van nou, waar ligt mijn kracht en wat vind ik leuk. En ja, ik ben heel erg van het plannen. Dus vandaar dat ik als donnerplanner aan de slag ben gegaan. En de railsector die sprak me ook heel erg aan om vooral het proces wat er omheen komt. En dat vind ik wel een uitdaging om daaraan mee te mogen werken. Roetkerner focust zich heel erg op de Model Swift en Rail doet dat natuurlijk ook heel erg. En daarbij is Rail is ook een hele erg klimaatvriendelijke manier van vervoeren. Zowel voor containers, maar ook voor personen. En op alle agenda's wereldwijd in elke land staat klimaatverandering heel erg hoog op de agenda. Doordat ik met operators in de Rail in contact kan komen, dan kan ik ze letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten. Alles wat je om je heen ziet, het moet ergens vandaan komen. Het moet op een manier worden vervoerd. En dat kan zijn dat het natuurlijk via containers is. En dat hele proces van het transporteren van een container, dat wordt steeds technischer, maar ook steeds digitaler. En ik werk in een industrie die gewend is om te werken hoe ze dat eigenlijk al jaren doen. Alleen jongeren die groeien op in digitalisering. Zowel op school, maar ook buitenschool. En de kennis die ze daarbij ontwikkelen met de digitalisering kunnen ze super goed toe gaan passen in deze industrie om deze industrie toekomstready te maken. Ik heb de civiele techniek gedaan aan de Hogeschool Rotterdam. Daar heb ik 4 jaar lang gestudeerd. En eigenlijk gedurende die studie ben ik in contact gekomen met het spoor. Stage gelopen en eigenlijk nooit meer eruit gedaan. Een hele leuke sector. Ja, het is gewoon heel divers werk. Je komt op heel veel plekken in Nederland waar je eigenlijk normaal niet komt. Het zijn, daar zit denk ik ook wel de charme van het werk in. Je maakt het werk echt samen. En dan ben je blij als op maandagochtend weer iedereen veilig en wel met de trein kan reizen van A naar B. Ik vond het op het begin best wel ingewikkeld. Omdat de spoorwereld dus best wel wat termen heeft die echt specifiek zijn voor de spoorwereld. Dus op het begin was het even wennen, maar juist super leuk dat het zo complex is en ook best wel uitdagend. Dus tot nu toe super positieve ervaring. Ik heb de Master Global Business and Sustainability gestudeerd. Ik ben dus erg geïnteresseerd in duurzaamheid. Dus toen ik klaar was met studeren, toen ging ik eigenlijk nadenken bij mezelf, wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? En toen heb ik voor mezelf 3 criteria opgesteld. Dat het iets te maken moet hebben met duurzaamheid. Dat ik het liefst wil beginnen in een groot bedrijf, omdat daar veel gebeurt en dat je daar heel veel kan leren. En ten derde zou ik het liefst een traineeship volgen, omdat daar dus ook een focus is op persoonlijke ontwikkeling. En dat heb ik alle 3 gevonden bij ProRail. Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb een passie voor havens en logistieke clusters. En dat is heel leuk werken. Nou ja, de railsector die is heel erg innovatief.
Ik vind het ook heel erg belangrijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar wat op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau gebeurt. Denk aan bijvoorbeeld de European Green Deal. Mm-hmm. Dan ligt er echt heel veel focus op spoorgoederenvervoer. Ik denk dat dat in de toekomst ook alleen maar belangrijker wordt. En ja, ik denk dat dat met name ook kansen creëert voor jonge mensen om daar ja, echt een belangrijke rol te pakken in die sector. Yeah. En uiteindelijk dan ook bij te dragen aan de energietransitie. Yeah. Als je onderdeel wilt zijn van een heel internationaal dynamisch netwerk, samenwerken met heel veel partijen, hè, dus vervoerders, terminals, ProRail, ons als haven, ja, dan liggen er echt heel veel kansen om voor jonge talenten ja, door te ontwikkelen en uiteindelijk ook een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.